Lucinho Marengo na het 0-1 verlies thuis tegen AZ, de ploeg uit Alkmaar. Ja, jij kreeg de kans vandaag, net als afgelopen dinsdag in de bekerwedstrijd tegen Telstar. Hoe voelde dat om dat vertrouwen te krijgen van de trainer? Ja, dat voelt zeker goed. Ik denk dat ik het met de assist heb bekroond vorige week. En vandaag begon ik ook goed aan de wedstrijd, maar tweede helft viel het een beetje weg, moet ik zeggen. Ja, als team ook vooral. Wat valt er dan weg precies? Hoe bedoel je dat? Ja, wat we eerst helft goed deden, voetballen en lef tonen, maar dat was de tweede helft niet. En dan wordt het moeilijk, hè? Om vanaf de 60 minuten tegen te houden. Dat is niet te doen. Ik zag jou inderdaad in de eerste helft ook al een paar keer gefrustreerd, omdat er dan iemand van je teamgenoot niet hard genoeg doorging. Of je bent erg gretig, hè? Ja, dat klopt. Ja, klopt. Dat heb je goed gezien. Maar dat hoort ook voor een speler zoals jij, die natuurlijk zijn kans krijgt. Zo'n wedstrijd, heb je dan het gevoel dat je daar zelf iets verkeerd in hebt gedaan? Of beter had kunnen doen? Ja, is moeilijk. Tweede helft, ik kom gewoon niet in mijn kracht. Met voetballen niet. Ik moet het niet hebben van kopduels of... Ik ben wel snel, maar elke keer tweede bal verwachten van de spits, kopballen. Ja, daar wil ik niet van hebben. Ik wil gewoon combinatiespel, gevoed worden door de middenveld. Dus ja, als dat niet gebeurt, wordt het moeilijk. En nu, jij hoopt natuurlijk op nog meer basisplaatsen. Hoe gaat het op training? Training gaat goed, hè. Ik zit geregeld in de verre hoek. En de voorzetten, vind je Havenaar wel op training? Ik ben meer van het afronden op training. Het zijn kleine partijtjes, dus het is geen voorzet. Dat is natuurlijk de kritiek die Havenaar altijd krijgt, dat hij te weinig scoort en dat hij niet in vorm is. Maar het komt natuurlijk ook een beetje omdat hij die voorzetten van de zijkant niet krijgt. Dan zie je afgelopen dinsdag dat jij dan die bal op Van der Heijden in dit geval wel kan geven. Misschien dat hij daarom jou opstelt voor die voorzetten. Ja, dat weet ik niet. Ik geef wel geregeld voorzetten, denk ik. Vandaag ook wel een stuk of 5-4 gegeven. Maar ik weet niet wel of ik daarom word opgesteld. Moet je even aan de trainer vragen.